Hey, welkom bij weer een nieuwe AB Customs video. Hey, ik ga deze week toch weer even verder aan de kanbank. Het is nou een week of twee, drie geleden denk ik dat ik daaraan gewerkt heb. En ja, goed, ik heb toen natuurlijk als laatste heb ik die ondermatrijs gemaakt. En eigenlijk vond ik toch dat die gewoon veel te breed was. Ik had toen geen zin om meer een nieuwe te maken. Maar ja, we zijn ondertussen een paar weken verder. En ik heb er nou toch eigenlijk wel weer een beetje zin in. Dus nou ja, wat ik eigenlijk van plan ben is in ieder geval die ondermatrijs te maken. En ik wil eigenlijk een diepte instelling kunnen maken. Dus dat ik met een draaiknop bovenop diepte kan bepalen. Zeg maar. Dus dat je op een gegeven moment weet van ik heb 2 mm die diepte nodig. Er zit een aanslagje dan. En dan gaat hij van tik, stopt hij. En dan gaat hij daarna automatisch weer omhoog. Dus dat wil ik nog gaan maken. En dan wil ik toch eigenlijk ook wel eens een keer een lichtverf op dat ding gaan smeren. Dat die gewoon klaar is. Dus... voorlopig ga ik eerst even die ondermatrijs maken. En ja, daar film ik niet te veel van, want jullie hebben al een keer gezien hoe ik zo'n ding maak. Dus dat is niet heel spannend. Maar zometeen later met die diepte-regeling, dat is denk ik op zich wel leuk om te zien. Dus dat neem ik even mee. En nou, dat schilderen, dat geloven jullie ook wel, denk ik. Maar dan krijgen jullie wel even een mooi eindresultaatje. Dat maakt het hele plaatje compleet. Hè? Dus ik ga voorlopig weer even een poosje lassen. Zo, dan heb ik die bank even van de muren getrokken. Wat ik nou ga doen is even een sleufgat hier in deze flens snijden. Zodat ik hier zo meteen een stangetje door kan zetten. Dat er hier een nokje in loopt, zeg maar. Kijk, en dan komt straks hier een draaiknopje. Een draadstangetje. En een eindschakelaartje. En dan kan je natuurlijk zo die diepte instellen. Hoe diep het mes maximaal gaat. Ik heb net dus dat nieuwe ondermes even gemaakt. Onder matrijs komt hier ruim als ondermes. En dat gaat als een achterlijke. Dat hou ik uiteraard nog even lekker geheim. Hij is een beetje krom, dus ik moet hem ook nog even laten richten, maar vooruit. Dat werkt echt onwijs. Met 2 mm plaat, jongen, nou, ik heb nog nooit zo'n mooi zettingje kunnen maken. Dus daar ben ik super tevreden mee. Maar inderdaad, hij loopt best snel. Dus ik zou eigenlijk zeg maar, zo'n retourventiel moeten hebben. Ik weet niet precies hoe zo'n ding heet. Maar dat hij dus inderdaad hem kan remmen. Dat hij sneller er met je uit kan halen. Die zou ik eigenlijk moeten hebben. En ja, gewoon toch een eindaanslag. Dat hij op diepte stopt. En dan kan je hem handmatig weer omhoog doen en dan is het gewoon prima. Dus nou ja, daarvoor ga ik hier eerst even een sleufje snijden. Afgevraagd op het moment met 2 handen heb gekregen van de heren. Maar ik kom niet zo vaak tegen, dus lastig vragen. Hier ik even een stukje uitsnijden om er een sleufgat van te maken. Ik hier heb ik wel even een plaatje voor gezet. Hè. Dat is niet die, die vonken van het snijden tegen die slinder aankomen. Nou, dan even een geleidingsplaatje. Ik heb natuurlijk wel eens makkelijkere posities gehad.
kijken. En dit is nou zo'n beetje mijn bedoeling. Dat raad dat komt ik straks hier in te staan zo. Door een paar gaten heen. Dan heb ik hier deze schakelaar. Kijk, en die gaat zometeen zo fungeren als een... Ja, een eindswitch, zeg maar. Dus ik denk dat ik hier gewoon een koppelmoer op draai met een klein lippie. Waar die twee gaatjes in zitten. Kijk, dan hoef ik natuurlijk alleen hier en daar maar een steun te maken waar de draadend in draait. Dat is eigenlijk super simpel. Dus dat ga ik eens maken. Kijk, heb ik hier deze hele mooie knop. Die draai ik hier al even in een koppelmoer. Kijk of dat ik hem goed afgeslepen heb. Allemaal even gauw gauw natuurlijk. Daar gaat die. Kijk, en dit wordt zometeen mijn handvat waar ik dan die diepte mee in kan stellen. Die moet ik even goed vastzetten. Ik kan natuurlijk niet met een tang op gaan zitten. Zo. Die zit wel vast. Kijk, en die komt dan weer hierop te zitten. En dan wordt dit zeg maar zometeen gewoon ja, de bewuste spindel. Kijken, nou ja, hier komt sowieso niks. Dit wordt de spindel waar straks alles op draait. Kijk, daar kun je zo heel mooi diepte instellen. Dat vind ik toch wel een leuk item, laat maar zeggen. Zo, dan moet ik nou goed denken in de goede volgorde. Kijk, hij komt natuurlijk hier zo in te zitten zo. En dan moet ik er hier zometeen twee moeren hebben om dat ding te borgen, anders gaat hij altijd omhoog naar beneden. En ik heb dan een koppelmoer nodig, hier ook, waar ik zometeen dat schakelaartje op kan lassen. Dus misschien is het handig om eerst even te passen. Zeker ook om het mond van met die koppelmoer. Ja, hoe komt dat straks uit? Even meten. Dit is natuurlijk mijn schakelaartje zo. Ja, die komt op het hart van het draadend. Dus die kan ik dan ook van tevoren dan op het hart van de koppelmoer lassen. Dat is natuurlijk veel beter. Dat ga ik eerst even doen. Zo. Kijk hè. Met schakelaar. Ho, ho. Dit moet gaan werken. Als dit niet werkt, nou dan weet ik het ook niet meer hè. Testen. Kijk, hij mag nog wat zakken. Ik hou gewoon een pedaal ingedrukt. Even de schakelaar tegenhouden. Zo. En een plaatje tussen. Komt ook even handen tekort nou. Kijk hè, hij staat helemaal lekker in de verf. Dat is al een heel ander gezicht. En nou is het even belangrijk om één dingetje toch te doen. Om het toch een echt AB Customs project te maken. Hè? En dat is natuurlijk de sticker. Hoho. Hier is die.
Zo, ik ben even bij Bos geweest voor wat mooie spullen. Kijk, dit zijn zeg maar gewoon die zuigerstangen, hè, van die kanbank. Dus je hebt hier natuurlijk gewoon je afdichting aan de bovenkant. Nou, die waren prima. Maar we hebben zeg maar hier ook, hebben dan zeg maar de buitenste afdichting. Dus hier loopt die stang zeg maar doorheen. Nou, die keringen die hierin zaten, die waren allemaal slecht. Dus aangezien het allemaal niet de wereld kost, zeker niet als je een beetje geholpen wordt, hè? Dankjewel Robin. Vervang ik ze gewoon allemaal preventief. Dus nou ja, het is eigenlijk een kwestie van gewoon eventjes eruit wippen met een schroevendraaiertje. Kijk, hier liggen al die nieuwe ringetjes en o-ringetjes en keringetjes en heel toestanden. Dus ja, het is eigenlijk een kwestie van eventjes met de hand erin drukken. En dan kan heel de boel weer in elkaar. Nou, dan heb ik hier ook nog een small ventiel. Want ik vind toch dat die bank die gaat veel te hard naar beneden. Dat gaat niet, dat werkt van gemeter. Dus, hoe heet het? Ik ga hem dat small ventiel ertussen zetten. En dan gaan we zo meteen heel de boel aansluiten. En dan kunnen we gaan testen. En dan is die echt toch wel bijna klaar. Dus daar word ik echt wel heel blij van. Even kijken. Dit is even goed schoonmaken eerst. Kijk, dan is het gewoon een kwestie van dat oude ding eruit zien te peuteren. Het is helemaal, het lijkt bijna wel verglaasd, joh, zo hard is die geworden. Kijk, het valt helemaal in stukjes uit elkaar. Het schijnt nog een soort wonder te zijn dat er überhaupt nog wat olie in bleef zitten. Even de tweede schroeven draaien. Een kleintje. Daar is die. Kijk, er is echt helemaal niks meer van over. Het is helemaal verteerd. Ook niet laten vallen. Nou ja, en voor de duidelijkheid. Ik heb ook dit soort dingen ook nog nooit gedaan. Dat is allemaal nieuw voor mij. Vandaar dat ik ook echt bij een hydrauliek expert... ja, terecht ben gekomen. Dus ik volg ook gewoon netjes zijn stappen op. Zoals hij zegt dat het moet. En dus ja, ook hier weer. Wees niet bang om te proberen. Zoveel kan er niet misgaan. Kijk, dan heb ik hier twee seals. Dit is die bovenste. Die zou hierin moeten passen. Schijnbaar. En deze die moet dan hierin. Dus ik alleen maar even af te vragen hoe die zou moeten zitten. Maar ik heb hier nog een voorbeeld. Oh nee, daar is hij ook al uit. Zullen we maar eens proberen. Kijk hè. En dat lijkt er wel op. Nou, die andere kan ik maar zo doen dan. Nou, eens even te kijken voor die small clap. Ja, en eigenlijk is hier tussen de leiding toch wel de beste plek. Daar zit je ook nog weer aardig beschermd. Kan ik er goed bij. En nou ja, dan, dat lijkt me gewoon de meest goede plek. Er moet natuurlijk goed omheen zitten, want dit is een small clap en een terugslagventiel.
En dat zorgt er zeg maar voor dat hij op een gegeven moment de ene kant op kan je hem dus smoren en de andere kant op gaat hij gewoon normale snelheid. Nou, in dit geval wil ik natuurlijk dat die plunger zachtjes naar beneden gaat, maar dan maar gerust snel omhoog. Dat is alleen maar beter, anders zit je veel te lang te wachten. Dus op die manier plaats ik hem ertussen. Gewoon even het leidingje inkorten. En dan is dat eigenlijk ook weer zo voor elkaar. Het is allemaal niet zo moeilijk. Ik wat vind ik makkelijker, hier laag of hier boven. Wat is mooi, hè? Wat is mooi. Ik geloof dat ik dat hier laag wel leuk vind. Is dat tussen dat? En dat gaat er tussenuit. Dat komt goed. Zo, dan is dit toch echt wel het moment van de waarheid. Kijk wat hij doet. Zo, die snel. Kijk, en dat is wat we willen, hè? Snel omhoog. En langzaam naar beneden. Alleen dan synchroon. Dus ik zal die bovenbalk er eens op gaan zetten. Ik kan hem laten draaien weer. Dan ga ik hier weer een klein likje kopervet aan smeren. Blijft het allemaal toch wat beter gangbaar, denk ik. Dat vindt hij lekker hoor. Lekker een beetje prut eraan. Hoppakee. Synchroon lopen. Kan ook eigenlijk niet missen natuurlijk. En dit is wat we willen, hè? Dit is perfect.
Daar word je toch blij van. Ho, super vet. Nou, alleen hier nog een mooi kabeltje aan maken. En dan zijn we er, hè. Zo, ik heb vanmiddag die kabel er al even ingetrokken. Want ik denk, ja, als ik dat ga doen op beeld, dat komt niet goed. Dan ga ik weer dingen roepen die mogen niet op YouTube. Dus, dat heb ik maar vast even voorbereid. Dus het is even een kwestie van nog even dat draadje aansluiten aan deze kant. En dan is het zowat al aardig voor elkaar. Even kijken. Dit is natuurlijk een brokken gezicht zo, dus dat moet even anders. Laat even mooi gewoon oogjes aanbuigen. Motje is even kijken. Je hebt mooi en je hebt dit. He? Dan moet ik helemaal gaan bukken, daar heb ik helemaal geen zin in eigenlijk. Dus draai hem toch maar een stukje omhoog. Zo hè, die paar millimeter zal toch het verschil maken. Loopt er niet zo stom joh, hè? Zo, en dat is die dan geworden, hè? De kanbank. Jongen, jongen, jongen. Wat zit daar een hoop werk in, zeg. Echt niet normaal. Maar ja, er staat wel wat. Dat kan je wel zeggen. Hey, ik vind het al echt heel vet geworden, hè? Mooi stickertje erop. Mooi in de verf. 12 ton. Nou, ik heb hier dat smalle ondermist, of die ondermatrijs op liggen, die is 15 mm breed. Kijk, en ik heb hier ook nog een keer een 45 mm. En, nou ja, goed. Ik moet daar nog steeds wel van zeggen, die ondermatrijzen zijn verre van ideaal. Het is nog allemaal net wat krom, er zit allemaal net wat spanning in. Dus eigenlijk is het het net niet. Zo eerlijk ben ik dan ook. Vooruit. Ik hoop toch ooit nog een keer toch goede matrijzen tegen te komen. Dus wie weet. Voorlopig, ik ben super tevreden. Met dat smoorventiel werkt ook fantastisch. Maar ja, ik ken natuurlijk wel heel veel over lullen. Maar ik denk dat we beter eens even een bon plaat kunnen gaan zetten. Dat is leuk. Stukkie, 1,5 mm, RVS. Ja, afval. Want ik vind het ook zo zonde om allemaal goede materiaal aan stukken te snijden. Dus, of te snijden, te vouwen. Dus, nou ja, ik ga dit er gewoon eens tussen leggen, joh. Gelijk eens even kijken met die diepteinstelling of dat goed werkt. Hij staat nu op zijn diepst. En dan even beginnen met een stukje omhoog. Dit lijkt me aardig. Beetje smoren. Zo, en daar gaat hij. Kijk, doet hij helemaal niks, is hij te veel gesmoord. Nou. Daar ga ik eens even een winkelhaakje bij pakken. Eens even kijken hoor. Fractie verder. Dus dat betekent ietsje zakken. Gaan we nog een keer. Nog ietsje verder. Nou gaat hij gelijk veel te ver, dat is jammer hè. Nou, ik ben even trots voor je geweest en ik heb nu een perfect haakse setting op de aanslag. Dus ja, de grote vraag is nu, als ik hem dan nog een keer pak, op dezelfde plek, op dezelfde instelling, is hij dan weer haaks? Want dat is eigenlijk hetgene waar het mij om gaat. We gaan het zien. Live on camera. Ho.
Nou. Nee. Ken dat dan, hè? Dat ging toch gek. Dat vind ik toch gek. Zo. Nou. Klaar? Of toch niet? Die schakelaar die zint me niet. Maar voorlopig vind ik het even best. Ik weet niet. Ik denk dat ik toch een wat fijnere schakelaar moet bestellen. Dus... dat wordt ooit nog weer een keer vervolgd. Voorlopig even niet, want ik kan geen kantbank meer zien. Maar ja, of toch wel. Hij is wel vet geworden, hè. Ik ben echt super trots. Mag u best weten. Dus, vooruit. Nou ja, goed. Daar eindigt wel deze video mee. Ik wil echt nogmaals de IJzershop onwijs bedanken. Want er zit echt een hoop materiaal in. En, nou ja, het is allemaal voor een prikkie. Dus, super fijn jongens. Echt onwijs bedankt. En natuurlijk bosmechanisatie voor al die hydraulische onderdeeltjes. Dat is al met al ook best nog wel een hoop geworden. Dus vooruit. Hey jongens, vergeet niet te abonneren. Hè? Want ik vind het leuk als jullie mijn volgende video's ook gewoon weer bekijken. En dan zou ik zeggen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.